Nou, het is Valentijnsdag. En mensen hebben wat geregeld voor mij. Dankjewel. Fuck jou en je hele familie. Echt. Leuk dat je aan iemand anders is. Ja, ja, jongens. Ah, een gekke stripclub toch hier zo. Kijk dan. Wow, kijk, kijk, kijk. Alle kleding is gewoon uitgedaan hier zo. Zie je dat? Maar wow, besef dit eventjes. Kijk dit hier allemaal. Zo, laten we de camera maar eens neerzetten. Ik heb een veel te groot shirt aan, maar dit shirt heb ik gewoon gekregen. Dus ja, waarom zou ik hem eigenlijk niet dragen? En ja, je kan hem waarschijnlijk fucking lelijk vinden. Of je kan hem heel cool vinden. Maar ik weet eigenlijk ook echt niet wat ik ervan moet vinden. Omdat hij een beetje apart is. Ja, welkom dus in ieder geval weer bij een nieuwe video. Vandaag is het 15 februari. En dat betekent dus dat het gisteren 14 februari was. En dat staat dus bekend als de dag Valentijnsdag. En ik heb eigenlijk elk jaar volgens mij geen vriendin gehad op Valentijnsdag. Echt letterlijk elk jaar. En Valentijnsdag staat natuurlijk bekend als de dag waarbij jij je schatje helemaal moet vertroetelen. En dat je er lief moet hebben of dat je hem lief moet hebben. Kan ook, hè. Het is maar waar je op valt. Als je een meisje bent, als je een jongen bent, I don't know. Maakt mij helemaal niet uit. Maar op deze Valentijnsdag, zonder dat ik een vriendin had en om iemand te vertroetelen of weet ik veel wat je met je vriendin wil doen of vriend, heb ik toch eigenlijk wel iets meegemaakt wat ik nog nooit heb meegemaakt. En dat ga ik jullie straks laten zien, maar eerst, wacht, dit is ook binnengekomen en zoals je kan zien, het vult de hele camerabeeld. Het hele camerabeeld. Voordat mensen gaan zeggen, hey Gio, dit is je oeps. Voordat mensen gaan zeggen, dit is je adres Gio, nee, dit is mijn fanmailadres, het is niet mijn eigen adres, maar ik hoor gekke dingetjes er allemaal in rollen. Nou, laten we het maar gaan openmaken, want ik ben echt heel erg benieuwd wat er dus in deze rode grote bloemetjesdoos zit. Ik weet het echt niet. Ja, ja. Ik ben zojuist getrold. Ik dacht dat er iets heel leuks in zou zitten. En ja. Oh, wacht. Wacht, er zit wel iets super vets in. Wow, kijk, dit is een bril. What the fuck? Oh, deze is super vet. Staat hij met een beetje? Ja, op zich wel, hè? Wow. Oké, deze is wel vet. Nou, in ieder geval bedankt dat je de moeite hebt gedaan om dit cadeau aan mij te geven. Ik weet niet of het nou een troll was of niet, maar ja, dankjewel. Wat jullie dus nu gaan zien is wat er dus gebeurd is op mijn Valentijnsdag. Want normaal gesproken vind ik het niet heel erg fijn als er nou eigenlijk mensen aan mijn deur staan beneden, zeg maar. Vind ik niet super chill als mensen dat aan de deur doen, omdat ik ook nog wel een soort van privacy wil hebben. En je thuis is de enige plek waar je, zeg maar, helemaal alleen nog kan zijn. En dat niemand je, ja, je snapt het wel, denk ik. Overal, op elke plek en alles waar ik ook kom, mag je mij gewoon om een foto vragen. Alleen thuis is misschien niet de ideale plek om dat te doen. Maar Valentijnsdag was natuurlijk een uitzondering. En daarom gebeurde dit. En ik vond dit best wel heel erg leuk. Nogmaals, dit is dus alleen omdat het Valentijnsdag was. En dit zou ik normaal gesproken eigenlijk nooit doen. Nou, het is Valentijnsdag. En mensen hebben wat geregeld voor mij. Oh, oh my god! Oh mijn god! Hoi! Hoi! Alles goed? Ja! Oh mijn god! Hoi. Oh nee! Sorry, kom op! Wacht, ik heb het beter. Oh wow! Wat nee dan? Nou, oké, omdat het dus Valentijnsdag is en deze meisjes het allemaal geregeld hebben, ga ik ook een Gio-trui weggeven die ik zelf gedragen heb. Deze en de zwarte. En die gaan we dus nu eventjes verloten. Oké, ik heb even een verrassing. Ook nog. Voor iemand van jullie. Ik heb hier een zof. Dan vraag ik je het eruit. Oh my god. Oh, hij zit wel een beetje onder de haar omdat we katten hebben. Oh my god. Maar ik ga hem onder even jullie verloten. Oh my god. Dit is het getal. Oké, een getal. Nee, ik heb het niet. Het getal is geraden. Wat? Dat is 6. Die heb ik ook altijd. En wie zei dat? Dat is jouw trui. Nice. Ja, we hebben dus nog één verloningsverrassing. En dat is. Oh, ja! Dit wordt een echte snap, hè? Maar dit is even een poespetje. Op zich is die al best wel leuk. Doe dus alleen op Valentijn. Hè? Dat we dadelijk niet alle mensen krijgen die denken: oh, dat doen ze bij iedereen. Nee, het is een leuke dag voor jullie. Leuke dag uitgekomen. Ja, en ik heb dus allemaal ballonnetjes gekregen van I love you en zo en allerlei hart. Oh, deze is alweer kapot. Oh, oeps.
Ja. Maar ik heb dus allerlei cadeautjes gekregen en daar nog hotjes en tekeningen en alles. Dus dat vind ik echt heel erg leuk. Dankjewel daarvoor. En ik heb het natuurlijk nog nooit meegemaakt op Valentijnsdag. Omdat ik normaal gesproken altijd gewoon thuis zat. En ja, dan gebeurde er helemaal niks. Maar nu ben ik soort van cool YouTuber. Dan ben je cool. Ja, je snapt wat ik bedoel. En dat ruimt. Dus toen gebeurde dit. En ook op school waren er ineens allerlei rozen voor mij die ik had gekregen van mensen die dus op mijn school zaten. Dit is een foto. Alleen daar is dus wel iets spijtigs mee gebeurd. En ik snap gewoon echt niet waarom. Waarom? Echt, what the fuck? Ik had dus bloemen gekregen. 5 bloemen of zoiets. 6, 7 bloemen. Ik weet niet precies hoeveel. En ik had ze op mijn kluisje gelegd. Op school dus. Inderdaad, op school. Dus ik ging een uurtje weg. Van school. En ik kom terug en ineens staan al die bloemen naar de kloten. En is er een of andere debiel geweest. Die ze dus helemaal naar de tering heeft geholpen. Dankjewel. Fuck jou en je hele familie. Echt. Leuk dat je aan iemand anders zijn spullen zit. Ik snap dat echt niet. Dat mensen gewoon aan elkaar spullen gaan zitten op school. Zo van net zoals stelen en shit. Ik bedoel, hou gewoon je handen thuis en doe niet zo achterlijk. Echt, what the fuck. En je verpest het ook voor de mensen die die bloemen dus aan mij gegeven hebben. Ik hoop dat die persoon dit ziet trouwens. Maar... dan nogmaals, fuck jou. Maar dat was dus de Valentijn van een YouTuber. Dat is dus wat er denk ik ook de komende jaren gaat gebeuren met Valentijnsdag. Dat ik allemaal cadeautjes krijg en dingen en weet ik veel fanmail nog natuurlijk. En ook allemaal lieve berichtjes via Instagram. Want ik had ook een foto op Instagram dus geplaatst. Waarbij er allemaal mensen ineens gingen reageren van... hey, ik wil je Valentijn zijn. Dus het was een hele andere ervaring dan normaal gesproken. Maar in ieder geval, dit was dus mijn Valentijnsdag. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Doe nog even dat blauw duimpje omhoog. Als je dat nog niet gedaan had. Zo. En dan zeg ik tot de volgende video. En later. Welkom in een avondvlog. De squad. We hebben een probleem.